Hello Europe! De highlights are online. Kijk, dit gaat veel beter dan aan het begin van de week. Nou, weer over die vinger, ja. Ja. Verder hadden we het natuurlijk over het Songfestival. Ja. En Maxima was jarig. Er ging een pop in de tuin. Feliz Navidad. Is toch fijne kerst? Oh ja. Mattie en Marieke. Joe Stagiair van de show. Hij is richting Den Haag. Daar staat natuurlijk Paleis Huis ten Bosch. Als je 50 jaar wordt, dan is het natuurlijk de traditie in Nederland dat je een pop in de tuin zet. De vraag is natuurlijk, hoe lang blijft zo'n ding staan in de buurt van het paleis? Ik denk dat ik hier nog dagen kan blijven staan als het moet. Hallo, dat was de marechaussee. Oh jee. Jullie komen ook even de pop bewonderen of? Ja, zeker. En wat vinden jullie ervan? Kan die zo even een dagje blijven staan of is dat toch lastig? Als de pop daar kan blijven staan, is het voor ons goed. Hè? Ja, nou super. Ik zorg dat je niet op de rijweg komt dan. Hey, dankjewel. Nou werk ze, jongens. Joe. Ik dacht, we gaan dat ding direct inklappen. Maar mission accomplished. Oké, nou tot morgen. Terug naar de studio. Jij bent vandaag een beetje gekleed als Maxima. Kun jij de kooltrui die je aan hebt nog even één keer zo terugslaan? Zodat het echt zo'n hoge kool wordt. Het is ongelooflijk. Maar jij bent het. Ik wist het gewoon, ja. Hey. Ik ben jarig vandaag. Ik van die sentimenteel, jongens, maar wij doen dit programma al bijna 3 jaar. Ik heb ook het idee dat we net begonnen zijn. Heb ik ook, ja. Moet nog komen, heb ik het idee. Bij jou heb ik dat ook vaak, ja. En wat nu, jongens? Als dit stopt? Als het stopt, dan hebben we groenteboer. Wat een groenteboer. Ja, echt. Er iets van zeggen als iemand voorkruipt in de rij. Het is me de herres niet waard. Ik zeg er wel eens wat van. Mijn moeder is zo iemand. Nee. Nee. Maar dat zeggen ze altijd wat ouder. Je kan het ook aangeven door een geluid. Dus bijvoorbeeld... Goh. Ja. Of, dan zeg ik als... in mijn beleving was ik nu aan de beurt. Zo. Annemarie, ik heb jou gisteren gecomplimenteerd. Zij maakt op haar Instagram-account kookvideo's. En gisteravond, wat zie ik? Tot mijn grote verbazing. Ah, ik weet het. Via @Marieke Elzinga. Ja. Dat jij met exact hetzelfde bent begonnen. I'm cooking in the kitchen with Hier wordt dan vegetarische rendang gemaakt. Het is alsof Annemarie een klein groentewinkeltje is begonnen met al haar spaarcentjes. En naast haar komt een mega supermarkt. En je hebt niks aan het format veranderd. Je hebt het niet eens beter in je hand gezet. Nee, het is exact hetzelfde. Het is vreselijk. Ja, dit is John de Mol die het knikkerformat van die autistische jongen jat. Heb je dit gejat? Tuurlijk! Nou! Ik zie het als een compliment. Maar volg mij vooral voor heerlijke lekkere recepten. Ja. Want die zijn beter dan die van haar. Ja, maar mijn muziekje was wel leuk, hè? Mm. Kost van je pizza laten liggen. Ja. Nee, er is ooit een pizza franchise geweest. Die had een paar jaar geleden een rand met daarin een rookworst. Dan bijt je eerst in de rookworst en daarna komt zeg maar nog je margarita. Begin jij bij de rand? Ja. Dat is een interessante gedachte. Nou ja, die hele platte schijfpak gewoon aan de rand begint te knagen. Marie, de man verspreekt zich. Kom op. Ja, meteen weer op die fileertafel. Begin je bij de rand? Je ziet het toch voor je? Begin je bij de rand? Ja, heel gek. Is het Staphorst? Of toch Heerenveen? Of is het Venlo? Iedereen speelt mee. We zoeken een gemeente. Ergens in Nederland. Verstopt in een verhaaltje. Super lastig, want wat is toch die gemeente? Zutphen of Pernis? Luister goed en win een prijs met de gemeentequiz. Mooi, tweestemmig. Ik heb het helemaal nog niet gevraagd deze ochtend hoe het is met mijn gekneusde wijsvinger. Och hemel. Krijgen we dit gejenkt nou weer? Ik heb jou gisterochtend verteld dat ik het kootje van mijn rechterwijsvinger heb gekneusd. Gisteravond nog lastig gevallen. Toen kreeg ik appjes van jou met een foto van jouw hand. Uh-huh. Zelfs nog bijgetekend pijltjes waar de pijn dan zou zitten. Je laatste zin is, ik hoop dat ik er morgenochtend ben. Nou, ik zal je nog sterker vertellen. Ik ging rond 6:30 ging ik nog even de kattenbak verschonen. Valt er een metalen stang waarmee wij de vlizotrap openen, mm-hmm. Valt om... keihard op mijn achterhoofd. Oei, die kan lelijk zijn. Dat in combinatie met die gekneusde wijsvinger. Ik weet niet of ik het red morgenochtend. Pak toch maar die rolstoel. Ja, gaan we doen. Ja. Love, shine a light in every corner of my heart. Dan komt het echt hoge gedeelte, astronaut. Light up the magic. Zal ik een ochtend songfestival liedje gaan zingen? Ja, doe maar lekker van 5 tot 6. Je noemt maar broccoli. Broccoli. Ima anu sese. Broccoli.
Geld uit een ander land bewaren. Nee. Ja, ik heb op mijn salontafel staat een mok. En, nou, laat hem even vertellen. Nee, er staat een mok en er zitten dollars in. En in wat voor mok zit het? Een hele grote Mickey Mouse mok. Volgende topic. Anders praat ik je namelijk helemaal kapot. Nou, kom maar op, mevrouwtje Elsinga met praatje kapot. Mickey Mouse mok op een salontafel. Dat is het leven van een man alleen. Maar moet ik anders een keer langskomen om dat soort dingen aan te pakken? Nee, ik heb een vriendin. Oké. Wat gebeurt als je hier op drukt? Is ook door. Ik kan ook een floating head doen. Joe en zijn vriendin Ot komen morgenavond eten. Joe. Ja, maar de rest van het team is er niks gevraagd. Nee. Echt niks. Annemarie, is jou iets gevraagd? Nee, mij is gevraagd. Tom van Intercom? Nee. Volgens mij zit jij volgende week weer bij mij thuis, want dan komen jij en Domine eten. Wordt Tom weer niet genoemd, overigens? Sander aan de ladder. Je hebt toch ook niet zin om steeds maar in het weekend je collega's te zien? Nou ja, kennelijk wel. Joe en Ot komen morgen. Nou, dat komt dan een keer weer een ander moment. Maar trek even de agenda's, jongens. Het hoeft al niet meer. Ik ben ook niet bij Tom uitgenodigd. Ik heb niemand uitgenodigd. Ik trek één lijn. Wat zie jij er goed uit? Nou, ik word weer ongemakkelijk. Half juli. Mm-hmm. Wil jij 7% vet hebben? Ik weet gewoon niet wat ik zie. Ik vind je mega fit. Nou. Eens, en je haar zit ook nog eens goed. Nou. Ja. Maar mag ik even voelen op de platte buik? Nee. Waarom mag dat niet? Nou ja, gewoon blijven zitten. En door de trui heen? Nee. Oké. Okay. Nee, zit lekker aan Annemarie. Die vindt het nog lekker ook. Nou zeg, ga niet bellen. Dankjewel. Ik mag weer niemand aanraken. Dankjewel. Er zijn mensen die er geld voor over zouden hebben. Hier is het heel moeilijk voor. Good evening, Welcome. Buenvenido. Hartelijke welkom. Bedankt voor het kijken. Vielen dank. Abonneren. Mattie en Marieke. Q Music. Mattie en Marieke.